Ja, Rick Hemmink, we staan na de wedstrijd Excelsior 31 VVOG. Allemaal blije gezichten hier, want Excelsior 31 heeft de laatste plaats verlaten door een 2-1 overwinning. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt heerlijk. Van tevoren dan, je bent de hele tijd al bezig, 2 weken lang na deze wedstrijd. Vorige week waren we er al klaar voor. Nou, werd afgelast en dan valt hij een weekje later. En vorige week was het gevoel goed, veel gebeurd afgelopen weken. En ja, super blij dat we gelijk met de nieuwe trainer 3 punten weten te behalen. Ja, de eerste helft begon goed voor Excelsior 31. Je scoorde al vrij snel in de 8e minuut uit de penalty. Dat was ook een terechte penalty. Ja, klopt. Ik denk dat we de eerste helft zeker nog wel 3, 4, 100% kansen hadden. En die gaan niet in. Eerste penalty. Klein foutje achterin en dan zit hij gelijk ook bij hun in. En ja, ik denk overgezien over de hele wedstrijd denk ik wel dat wij een verdiende overwinning hebben behaald. Ja, je zegt terecht 100% kansen. Stef alleen op de keeper af. Jij ook alleen voor de keeper, dat je hem schampte, zeg maar. Ja. Dus ja, eigenlijk had je al 3-0 voor kunnen staan. Maar als heb je niks aan. Nee, klopt. Ja, dat is een beetje het verhaal van deze competitie dit jaar dan. Als je ziet hoeveel kansen wij in principe nodig hebben om te scoren. Ja, daar maken we het onszelf ontzettend moeilijk mee. Want voor hetzelfde geld sta je gewoon met rust 3-0 voor. En dan doe je ook nog wat, denk ik, vertrouwen op met het voetballen gedeelte. Want dat ontbrak nog natuurlijk wel een beetje. Daar gaan we nou mee verder borduren. Maar dat zou wel lekker zijn als je gewoon een keer in eerste met 3-0 voor weet te komen te staan. Ja, en voor de wedstrijd, ja, onze rechtsback was geschorst. Vincent is vader geworden, dus die was ook niet aanwezig. En de keeper ook niet. Maar als ik er eentje mag uitlichten vandaag, was het wel onze keeper. Ja, ja, nee, zeker. In die zin dan denk je ook weer van, dan werk je met elkaar ergens naartoe. En dan gebeurt het dit. Maar wat ik zeg, we hebben een hartstikke goed team. Als je ziet dat hoe Diego het weer oppakt. Ja, dat is gewoon prima. Michel die dan weer naar de restback moet. Het is allemaal weer onwennig, maar het wordt allemaal weer opgepakt. En ik vind dat we dat prima hebben ingevuld met elkaar. Ja, en twee snelle spitsen voorin. Dat is ook wel een wapen van ons, denk ik. Ja, ja, dat is wel lekker. Bijna elke bal wat je lang speelt, hebben we ook bewust op getraind. Ja, met die raketten voorin, dan elke lange bal is gewoon gevaarlijk. En dat kan ons zeker onze kracht liggen, ja. Toch weinig weggegeven. Ik vond de linksbuiten vond ik wel erg gevaarlijk, moet ik zeggen. En, ja, Michel stond op een positie waar hij eigenlijk niet hoort te staan. Maar ja, als je iemand anders niet hebt, dan moet dat gewoon. Ja, één foutje en die nummer 25 krijgt de bal en schiet hem er fantastisch in. En ja, staat toch 1-1. Ja, klopt. Wat doet dat met je? Nou, ik was in eerste instantie blij dat hij gelijk schoot. In mijn optiek kon hij ook nog verder doorlopen. Maar hij schoot gelijk, dus toen dacht ik nog van, ah, wie weet. Maar hij schoot hem fantastisch binnen. Ja, wat doet dat met je? Ik denk op dat moment, ja, we hebben wel 300-400% kansen daarvoor gehad. Dus je weet gewoon van, nou ja. Eigenlijk eerst het gevoel dat we hier sowieso die 3 punten gingen behalen. In de kleedkamer werd dat ook nog weer gezegd. Dus ik had niet het gevoel van, oh jee, waar gaan we weer naartoe met elkaar. En ja, jullie kwamen fel uit de kleedkamer, vond ik zelf. Ja, ja, op zich. En, de eerste helft ook. Wat hun hebben gecreëerd is gewoon heel weinig. Wij hebben 300-400% kans gehad. Dus we hadden ook zoiets van, ja, dat gaat ons niet gebeuren vandaag. Nou, op een gegeven moment komt de bal bij Givam. Die legt hem mooi terug. Je bedenkt je geen moment. Nee, volgens mij kwam het vanuit een ingooi inderdaad. En Diego die zei nog van, kom eronder bij Givan. Ja, ik maak die loopactie. Givan legt hem perfect klaar en dan is het uithalen. En hij ging er heerlijk in. Ja, en dan weet je dat zij moeten komen. Dus de boel dicht in maar achterin en hopen op een kans voorin. Ja, nee, dat is op een gegeven moment de fase waar je dan in terechtkomt. Emos pakt nog een paar geweldige goede ballen. Nou ja, vervelend dat hij dan met die laatste geblesseerd raakt. Maar ik denk dat we het goed hebben ingevuld. We hebben hun konden in principe ook niks. Het was alleen maar met lange ballen. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, als wij daar Alex, Harris en Lucas hebben staan, mogen ze mij wel een paar lange ballen spelen. Ja, precies. En Michel die heeft de nul gehouden. Ja, Michel, ja, geweldig keeper, bal gepakt. Wie weet voor volgende week een optie. Ja, mooi hè. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd met de overwinning. Dit biedt wel weer perspectief richting volgende week. Ja. Ja, hard trainen en ja, hopen dat we volgende week deze lijn kunnen voortzetten. Niks meer, niks minder. Okay, hey, dankjewel. Goed weekend. Alsjeblieft. Ja, super. Dankjewel.